En nu ga je bewegen. Je stoten zijn snel. Je verdediging is perfect. Jij controleert. Jij bepaalt. Jij initieert. Zonder moeite laat je je handen lopen. Snel. Focust en gecenterd. Focus, discipline, wil, zelf al. Zij noemt het dromen. Daar zijn waar je wilt eindigen. Ik noem het de finishlijn. Die moet je al bereikt hebben. En dan terugkijken al, hoe het gegaan is. En op die finishlijn al zien hoe je er naartoe komt. En als je daar gewoon met al je zintuigen instapt, ingaat, ja, dan dat is zo'n ongelooflijke spirit, noem ik het, kracht. Die je dan in jezelf kunt kanaliseren om daar te komen waar je echt wil zijn. Dat hebben topsporters altijd overeen. Dat is niet alleen Lucia, maar dat is ook een Pelé, dat is een Cruijff, dat is een Serge Boeka. Dat zijn sporters die een niveau van excellentie halen, maken verbinding met dit soort belangrijke principes en waardes. Zo anders dan, want jij bent er toch nog niet uit geweest? Nee, maar ik loop ook aan het einde hoor. Het is even mijn laatste wedstrijd. Kom ik donderdag. Hoi. Kunnen jullie een jotje? Ja hoor, dankjewel. Dank u. Hoi. Ik zit er al 22 jaar in, joh. Ja, dat is wel een tijd natuurlijk. Onder de tijd dat je weer. Wat is nou het hoogste wat je bereikt hebt? Ja, het hoogste. Ik denk dat de ervaring altijd belangrijk is. Ik zie de titels niet als hoog. Het is iets. Stelt allemaal niks voor je. Maar het is toch wel een beetje waarvoor je traint? Nou, in het begin wel. In het begin wilde ik wereldkampioen worden in Amerika. En dat ben ik dan ook geworden. En dan nog een keer. En op een gegeven moment dan ga je dan, betekent dat minder. Hè? Als je het eenmaal hebt, is het met alles wat je het eenmaal hebt, dan betekent het minder. En dan ga je naar andere dingen kijken. Ervaringen vind ik leuk. Nieuwe ervaringen, nieuwe uitdagingen. En wat ik nu zoek in de sport is eigenlijk afronden. En ja, het zou natuurlijk wel gigantisch zijn als ik dat hier in de arena zou kunnen doen. Champion of the world, Lucia Rijker! Een simpele sport. De kunst van boksen is om zelf klappen te geven en er zelf geen te krijgen of heel weinig. Dat is natuurlijk het aardige. En je kan nooit een vergissing maken met boksen, want het is een sport, als je het een sport kan noemen. Daar zijn ook vele kenners het en geleerden het niet over eens of het wel een sport is. Maar het is zeker geen spel. Je hebt het voetbalspel en het pingpongspel en het korfbalspel. Maar boksen is een sport. Dat is geen spel. Met voetballen kan je 25 keer op de lat schieten als je zo nu en dan maar eens scoort. Maar met boksen kan je natuurlijk niet alsmaar klappen krijgen in de hoop dat je zelf één keer iemand kan raken. Want dan ben je er al niet meer. Die lui die je maandag op de televisie willen hebben. Maandag? Ja. Deze maandag? Maar jij van zei, nee, de 24e. Ja. Waarvan jij zei, ja, dat is goed. Je moet vroeg je bed uit. Het is van 6:45 moet je er zijn. Dat je mij zegt, ja, dat is goed. Of dat je wat? Zegt, daar kom ik niet voor. Wat is het voor programma dan? Het lijkt meer rituelen en of je leuk uiterlijk hebt dan dat je goed kan boksen of weet ik veel.
Kortom, daar willen ze jou dan commentaar op laten geven, terwijl ze fragmenten uit dat filmpje vertonen. En dat moet dan allemaal in een half uur geperst worden. Jawel, maar kijk eens naar me. Als je roept, ik wil mijn smoel op de televisie hebben. Dat je later niet roept, hoe kan je me nou voor zo... Ja, maar dat ging wel... Oké. Okay. Nou, dan zal ik dat afhandelen. Hé, hey, ja. Ga je gaf. Oh, daar heb ik al opgeschreven. Volgens mij is dit mijn. Is dit een soort kroket? Ik ga altijd naar Akapetuur, maar ik zat toen in de Poconos trainingskamp en het was een dorp en hadden ze geen Akapetuur. Dus toen moest ik de Western Medicine volgen. Nou, dat doe ik echt nooit meer. Het is gewoon gif wat ze hier geven. Nou, je hebt me niet helemaal goed, jongen. Je hebt me niet helemaal goed, hè? Niet helemaal goed. Nee. Zo reed ik vroeger ook. Ik zeggen, deze straat hier, ben ik geboren. Mijn eerste fietsje hier gereden. Mijn eerste vriendje gekust. Mijn eerste vechtpartij. Met mijn vader heb ik hier het laatst gelopen hier. Zo'n blokje ging ik toen maken toen hij stervende was. En even gewoon langs de school. Dat was wel gezellig. Even gingen we ook hier doorheen. En via de achterkant weer terug. En ging voor het eerst hier die deur door naar de basisschool. En dan was de eerste klas hier aan de linkerkant. Dat was mijn klas. Met juffrouw Koudstaal. Dit was mijn eerste klas. Even kijken. Kleine bankjes, wat leuk zeg. Het is 31 jaar geleden dat ik hier naar binnen liep. Mm-hmm. Was ik 6, zat ik in deze klas. Ik moet een kaakchirurg namen. Oh. Dus ik moet echt voor mijn tanden poetsen. Oh. En wegwezen. Nou, dat maakt niet uit hoor. Bedankt dat we even mochten kijken. Nou, je mag heel even naar binnen lopen, ja? Voor 1 minuutje, want nou, dan is echt weg. Sinterklaasversiering. Ik ging op een gegeven moment naar de sportschool en de rest... Ja, die gingen blowen en allerlei andere onzin doen. Dus ja, dan is het toch weer de keuze van ja, of misschien destiny, dat weet ik dus niet. Van wat maak je van je leven? We krijgen allemaal een mogelijkheid om er iets van te maken. En ja, en wie bepaalt dat? Dat weet ik niet. Vroeger was Lucia best wel een beetje op zichzelf. Maar wat ik me kan herinneren is dat ze altijd bezig was met sporten al. En dat ze altijd al heel fanatiek in alles was. Dat was heel erg. En dat ze alles wat ik wou, ze ook graag hebben. En nog verbeteren ook.
toen ging ik op kickboksen en toen nam ik de volgende keer nam ik haar mee. Bij de eerste les was het al duidelijk dat zij die talent had. Ja, ze sparde voluit. Ze deed echt niet onder al die jongens. Ze sloeg erop los of er niks aan de hand was. Ja, dat valt natuurlijk op als je als nieuw meisje er komt. A lonely warrior noem ik er altijd gekscherend. Dat wekt de lachlust op. Dan zegt ze, ja, misschien heb je daar wel een beetje gelijk in. Ik denk dat een loner een rijker mens is dan iemand die een ander nodig heeft voor zijn amusement. Ik verdenk altijd lui die naar het voetballen gaan. Of zelf voetbal spelen. Of lui die op de kermis rondlopen. Dat die het gezelschap van een ander nodig hebben om de tijd dood te slaan. Daar leidt die lus niet aan of onder. Ja, sociaal contact houden is altijd wel moeilijk voor me om dat te houden. Heb ik moeten leren de laatste jaren wel. Ook de sport is zo low. Je bent gewoon een beetje gestoord. Ik bedoel, hè, als het gaat om niet in de maatschappij passen. Je gaat vroeg naar bed, je eet heel extreem gezond. Niet naar feestjes, geen alcohol. Ja, altijd moe. Altijd rusten. Weet je, het weekend ga je mee fietsen en een berg beklimmen. Nee, dan moet ik rusten. Dus, er zijn weinig mensen die dan die je gezellig vinden. En dan blijven er ook weinig vrienden over natuurlijk. Dus dan word je ook solo en voor een gevecht, ja, je bent gewoon volledig op jezelf aangewezen. En als iemand dan in mijn oor zit te chatten over, voor mij onzin op dat moment, dan denk je van, ga maar weg. Ik heb er geen zin in. Ik wil lekker in stilte zitten. Traint nu mee. Hoe is het met Imago Stewart? Ja, hij is erg druk. Hij kon misschien wel, maar ik moet zelf mijn eigen kamp regelen. Want ja, allebei zijn ze overcommitted. Freddy traint nou met Mike Tyson. Kijk, het zijn jongens die verdienen miljoenen. En ja, op het moment dat het een telefoontje gaat, zijn ze weg. Dus op een gegeven moment schiet je er dan wel een beetje bij in. En dan heb ik ontzettende zelfdiscipline. Maar het is wel belangrijk dat je mensen om je heen hebt waar je mee kunt werken. Die beschikbaar zijn en die ook goed zijn. Hoe is het met je filmcarrière? Filmcarrière? Ja, ik zit in Hollywood. Dus ja, dan krijg je af en toe een telefoontje als er een film is waar ik in pas. En ik had, voor ik hier naartoe kwam, een telefoontje. 4 telefoontjes van oude sportagent en... Clint Eastwood, die is nu een film aan het regisseren. De film heet Million Dollar Baby. Het is een leuk verhaal, denk ik wel. En, verhaal? Nou, ik heb het gelezen, ik heb het script gelezen. Dat is nog tragisch af, toch? Ja, maar het is wel mooi, dat is het mooie van het verhaal. Is het nou rond al? Of? Nou, ik ben al hold, dus dan zijn ze nu aan het uitlijnen. Alle tegenstanders in voor die meid. En ik zou dan degene zijn die de crucial part speelt waar ik haar nek breek. Steeds fanatiek aan het mediteren. Ik chant, ja. Voornamelijk. En dat doe ik vaker dan dat jij je tanden poetst. Misschien helpt het juist zo eigenlijk voor je bokscarrière. Ik zou niet weten hoe ik het zonder zou moeten doen. Maar je hebt trouwens toch zonder gedaan?
Dat is iets van de laatste jaren? Nee, de laatste 10 jaar. 10 jaar? Ik heb gekickboxd zonder. Okay. En toen was ik een heel andere vechter ook. Was ik een hele boze vechter. En boos op een manier dat ik... Het interesseert me eigenlijk niet of ik mijn tegenstander dood zou slaan of niet. Dat dacht ik helemaal niet over na. Dat heb ik nu wel. Ik heb mijn tegenstander nodig om mijn talent te laten zien en het beste bij me naar boven te halen. Now on the scale, Deborah Fatketter from the USA. 63 kilogram. And in the red corner now, standing on the scale, Lucia Rijker. 61 kilogram. Ben je meer Amerikaan of ben je Nederlander? Ik ben Nederlandse van Surinaamse afkomst. Ja, speelt Suriname nog een rol in jouw leven? Nou, mijn vader was Surinamer, dus dat is zeker de helft van mijn bloed is Surinaams. Wat kunnen we morgen verwachten? Een sterk gevecht. Ja. Nou, dat is wel voor je duidelijk. Dankjewel. Dus je hoort het anders. Van ons van zijn huren zit. Wat is je afgevallen? Heb je het over zijn buik? Nee, Lusse Inot is Lewitse zus. Nou, ik weet het even niet. Nou ja, laten we het doen. Het anders zitten. Even niet in zitten gaan zus. Nee. Kom even een stukje naar voren. Door de drie tomaars. Kom maar, man. Kom even dichtbij. Hier, man. Ja. Met vork. Kom even dichterbij. Oké. Zet ik hem even op zijn rem? Ja. Was is er en ik nou toen ik neerzel? Er viel een stukje uit je mond, dat ving ik even op. Nee. Maar een nas als jij moet, dat is de rijten. Wat is er hun nou reizen? Wat is er nog snel? Begrijp ik niet. Ik was in San Francisco omdat ik zou iemand gaan trainen voor een wedstrijd. Toen werd ik heel onrustig van binnen en mijn gevoel zei, ik moet naar huis, ik moet naar huis. En toen zeg ik, nou, ik moet naar huis. Ik zeg, ik weet ook niet wat er is. Maar ja, ik denk, ik hoef helemaal niet naar huis, er is helemaal niets thuis. En toen ben ik s'avonds naar L.A. gereden van San Francisco. En met continu het gevoel, ik moet naar huis en ik moet naar huis. En toen sprak ik nog een vriendin van mij en die zei, nou, neem lekker een motel, je bent moe. Ik zeg, ja, ik ben ook moe, maar ik moet naar huis. Maar ik hoefde helemaal niet naar huis. Toen kwam ik 's morgens om 3:30 thuis. Toen ben ik even gaan liggen en toen ging de telefoon. En toen bleek dus dat mijn moeder het ziekenhuis was opgenomen. Maar die heeft dus al 16 uur hier in de slaapkamer met een hersenbloeding gelegen. Dus ik heb het gewoon gevoeld dat ik naar huis moest. Maar mijn huis was dus niet mijn huis in L.A. Maar thuis Holland. De eerste 2 weken heb ik 2 weken lang elke nacht gehuild om mijn moeder. Ook echt zo van dat ik hem miste, fysiek. En mijn moeder die is nu anders en daar moet ik nu weer mee leren omgaan. En ik denk ook als je, ik heb mijn vader verloren en nu dan mijn moeder. Dan sta je in één keer alleen of zo. Ook al zat ik dan aan de andere kant van de wereld. Ik denk dat mijn moeder toch een hele belangrijke drive nog voor mij was om... bepaalde dingen neer te zetten in het leven. En als je dan dat wegvalt, dat je dan zo van... Oh, nou ja, nu moet ik dus voor mezelf leven. En het is toch heel vreemd om helemaal alleen voor jezelf te leven. Ik heb ook een leeftijd dat andere mensen hebben kinderen. En dan leef je voor je kinderen. Dat is toch een soort van cycle. En dat was wel even vreemd, dat gevoel. Zo dat diepe van, hey, wacht even, mijn wortels gaan weg. Dan komt er nu een stukje voor mij en dan komt de dood. Uiteindelijk.
op ieders lichaam zijn wervels die geblokkeerd zitten. Ook bij ieder gewricht kunnen blokkades zitten. En dan kun je middelen geven die bijvoorbeeld warmte inbrengen op die plaatsen. En je kunt kruiden geven om hardnekkige emoties te behandelen. Nou, en je kunt dus met wat heel eenvoudige middeltjes kun je de ziel weer toegang geven tot je hele lijf. Nou, dat is wat een sporter nodig heeft. Een sporter die moet met zijn energiewezen in zijn lijf zitten. De hoger de sportkwaliteit is, de kleinere dingen worden meer belangrijk. Op zo'n niveau dat Lucia zit, op het wereldniveau, wereldtopniveau, zijn echt de hele kleine dingen zijn heel erg belangrijk. Mentaal, zoals als fysiek. En dus daar focus je erin. En de sporter zelf is te druk bezig. Die ziet niet al die kleine dingetjes. Vroeger, toen ik trainde, dan zag je ook meer agressie. En nu zie je meer dan de ontspanning. En dat ze echt 100% geconcentreerd is. De spiritualiteit in boksen en bloed en iemand open neer te maaien. Er zit natuurlijk een inner gevecht. In de laatste paar jaar vecht ze bij mij. Maar het is ook haar brood. Het is ook hoe zij weer verder kan. En waardoor andere deuren ook weer open gaan. Time now, inside of 26 seconds to go. Lucia keeps throwing punches, and right back comes Jane Couch. Again, with all the ability and all the power of Lucia Riker, Jane has hung around throughout. Nice fight, real nice fight here. If you don't like women's boxing, then you should have been watching this because this is. She's undefeated after 16 fights. Champion of the world. She's back home here in the Netherlands. Lucia Rijker. From the United States of America, Deborah Sunshine Vetkanen.
lotusbloem groeit in de modder. Als ik daar continu waarde mee kan creëren en als lotusbloem uitkomt en groei als mens en sterker word en wijzer word, ja, dan heeft het zin. Boksen heeft mij geholpen om mijn leven te transformeren, sterker te worden, ook het boeddhisme beter te begrijpen en harder te beoefenen. Omdat die lat zo hoog lag en omdat die wereld zo moeilijk was, moest ik gaan beoefenen en moest ik gaan chanten. Anders, ja, wie gaat daar uren per dag zitten chanten? Wie doet dat? Maar als je het echt zwaar hebt, dan ga je wel. Tijdens het gevecht vecht ik 8 rondes. Ik denk, ik ben klaar. Nee, zegt de scheidsrechter, ga naar de hoek nog 2 ronden. Nog 2 ronden. Ik ga naar de commissioner, ik zeg, ik heb 8 ronden. Ik zeg, ik heb 10 staan. Ga maar naar je hoek. Zo. Ik had obstakel, na obstakel, na obstakel. Toen dacht ik, zo. Ik laat me door niets en niemand verslaan. Beste 2 rondes van het hele gevecht. Bekendmaking natuurlijk. We hebben een unanieme jurybeslissing. En de winnaar, Lucia Rijker. Even die medicijnen. Nog één. Nou, dit voor hem. Na de wedstrijd in Amsterdam, dezelfde avond kreeg ik een telefoontje van mijn agent. En die zei, ja, Clint wil een meeting met je. Oh, nou ja, leuk. Ja, je moet volgende week woensdag, moet je in L.A. zijn. Ik zei, oh, nou vlieg me maar naar L.A. Ja, nee, koop even een ticket en kom. Ik zeg, ja, maar krijg ik dan die film? Nee, dat is niet zeker, maar Clint wil je ontmoeten. Ik zei, nou ja, jammer. Ik zeg, ik ga geen 2500 euro neerleggen voor een ticket
even naar LA om Clint te ontmoeten. Ik bedoel, als ik die film niet krijg, ja, nee, 99% zeker. Ik zeg, nou, als jij zorgt dat ik mijn ticket vergoed krijg, dan wil ik daar wel tijd voor maken. Ze ging naar LA en toen zat met Clint Eastwood in een kamertje en gelachen. Ja, ik vertel eigenlijk alles wat ik gedaan heb op filmgebied, op sportgebied en mijn kennis van boksen. En, toen was het doodstil. Ik had zoiets gezegd, nou Clint, ik zeg, doe je het of doe je het niet? Ik zeg, anders ga ik naar huis. Ik zeg, dan ga ik met mijn moeder op vakantie. Ik zeg, ik heb mijn ticket teruggeboekt. Goed, ik was dus niet het type wat ze zochten. Ze zochten een Oost-Duitse. Nou ja, ze zijn dan best een risico met om mij te casten voor de rol. Maar hij kreeg meer dan die eigenlijk op naar. He got more than what he was looking for. Ik bracht ook technisch advies naar de film. Ik heb Hillary nog getraind voordat ze. Ik heb eigenlijk een camera klaargemaakt. Als het gaat voor, om het boksen. En dan heb ik ook nog een stukje choreografie gedaan tijdens het filmen. Dus ik gaf hem meer dan alleen maar een rolletje als actrice. De rol die ik speelde als Billy de Bluebeard heb ik wel veel commentaar gehad. Van, dat was zo'n gewelddadige vrouw en zo verwond. Er kwam iemand naar me toe en die zei, hoe kon je dat nou doen? Hoe kon je je zo laten misbruiken? Je bent een boeddhiste en ja, zo ben je helemaal niet als mens. Toen zeg ik, doordat ik dat rolletje genomen heb, heb ik nu de kans om een boek te promoten waar ik mezelf deel zoals ik ben. Waar ik over het boeddhisme kan vertellen aan honderdduizenden mensen. Ik zeg dus, soms doe je iets wat lijkt dat niet goed is, maar in het grote plaatje is het een hele goede actie. Dus ja, het leven is nooit alleen maar licht. Het donker of het slechte kun je heel veel waarde mee creëren als je er goed mee omgaat. Toen Lucia mij vertelde dat ze een rol had in Million Dollar Baby, ook nog een film van Clint Eastwood, toen dacht ik wel van nou, dat gaat zoiets natuurlijk indruk maken en dat is natuurlijk ook een enorme ervaring voor jezelf om mee te maken. En toen we dan ook nog hoorden dat hij genomineerd was voor Oscars, toen kreeg ik wel een beetje kippenvel zo van wow, als hij gaat winnen dan zal dat zal een enorme impact hebben. Lucia Riker is clearly one of humanity's great contradictions. Beautiful, feminine, and a boxer. Smart, funny, and a boxer. I don't like it when other women fight, but when she fights, I concentrate on her technique and how she throws punches, and I really enjoy it. A Buddhist, a pacifist, and a boxer. She's very beautiful. Yes. And she's a great fighter. Uh-huh. And I would not go in the ring 10 seconds with her. Yeah, I mean, she was all over the place. Newspapers and billboards and people were just talking about her. And Lucia walking down the street, they were like, oh, there's the mean girl from Million Dollar Baby. And, you know, she had a really good time doing it. And yeah. Toen kwam meeliftend op het succes van die film het aanbod van een promotor, meneer Bob Arum, die met Don King de meest prominente, meest succesvolle boxmanagers, promotors van Amerika. En die wilde een gevecht neerzetten, wat ook over 1 miljoen dollar gage zou gaan.
And I think that they're both very star-studded young ladies, and I think they both are very talented. It's as much interest in Christian Martin and Lucille Riker fighting as any other dream fight among even the male fighters out here today. Women deserves a break, too. And when you have great people like Lucille Riker, this is a very, very talented young lady. And I think she has a very bright future. I first got involved in women boxing by watching one of my favorite fighters, Christian Martin. And I was a diehard Christian Martin fan. And I was told by another girl boxer I knew that the best female boxer, maybe best combative one-on-one athlete ever, is coming from Europe pretty soon. She's in Europe. She said her name is Lucille Riker. Because since she was 6 years old, she was a judo champ, national fencing champion of the whole country of Amsterdam when she was only 12, undefeated as a kickboxer. And this is her final moment where she is in the limelight now. She's going to put a performance on that will make her one of the greatest, and after this event, considered the greatest female athlete ever. I think Lucia is looking at a few of my last fights, thinking Christy's done. I hope that you're thinking that I'm gonna go out there and destroy her, I'm gonna walk through her. I want you to think about that for like 12 weeks. How easy a night you're gonna have, because that's what, you know, keeps getting back to me, you're telling everybody. So I hope that's what you're thinking. Because maybe I did take a few years off, but as you said, you were thanking me for insulting you to keep you involved in the sport. Well, I'm going to return the favor because you insulted me long enough to get me excited about this fight. You showed up at my press conferences. You showed up at my public workouts. You showed up at my fights. Nou, de reden waarom ik recht voor uitkeek was omdat zij mij probeerde te provoceren om een confrontatie met haar aan te gaan. Ja, je leeft naar zo'n gevecht toe en dan bouw je een bepaald spanningsveld op. En op het moment dat zij op mij in ging praten, voelde ik dat naar boven komen. En ik dacht, Loes, blijf ademen, rustig. Laat je niet verleiden. Laat je niet verleiden om op een asociale, ordinaire manier hier in een persconferentie, in een confrontatie te gaan. En dat wilde zij ook. En dan wint ze van mij. En ik wilde haar dat niet geven. Ik denk, hou het voor de wedstrijd. In de wedstrijd krijg je dit allemaal. Nobody ever insulted me more than Christy Martin several times publicly, and I never had a chance to defend myself. So I felt I had to go and talk to her where she was, and that's why I did that. There were also people saying, if you want that fight, then you gotta chase it. And I did. I absolutely chased that fight. Lucille Riker, a boxer who is not even on the card, showed up unannounced. Martin and Riker, well, apparently they don't like each other much, because this is what ensued. Punching, wrestling, a lot of screaming. So I feel that all my efforts showing up and not giving up on this fight while many people on my way chasing her to take this fight gave up on it. I didn't. Who's gonna win, ladies? Als je het hele proces van het tekenen van het gevecht, of hoe het gevecht in stand is gekomen, daar waren zoveel obstakels voor mij. Om continu wilde ik me niet met die wereld inlaten. Die donkere wereld van corruptie, exploitatie, manipulatie. En op een gegeven moment was het zoiets van, nou, maak je een deal met de duivel? Of hou je vast aan wat jij gelooft? Dat kostte me zoveel energie, want ik was gehecht aan het gevecht. Dat gevecht was de wortel om toch in zee te gaan met die mensen. En ik had zoiets van, ja, ik wil met het gevecht iets neerzetten. Ik wil hier geschiedenis mee maken. Ik wil hier erkenning op een manier die er nog niet staat.
Hey! Molly! Ik stond op een gegeven moment ontzettend onder spanning tijdens de training. Ik had mijn oude trainer ingehuurd waar ik eigenlijk geen... Ik was bij hem vandaan gegroeid. We hadden geen communicatie meer zoals we dat hadden. Ook omdat er veel geld gemoeid was met het gevecht en veel publiciteit, werd hij bang op een gegeven moment. Zijn naam stond op het spel. Zijn vechter had dat weekend van tevoren verloren. Toen kwam hij terug en in één keer werd hij heel dwingend. Ik zeg, rustig nou. Ik wilde niet trainen die dag. Het voelde niet goed. Toen ik dus de keuze had om te kiezen van nou, hier Freddy, hier zijn de handschoenen en vandaag ben ik klaar. Toen zag ik van nou, als ik dat doe, dan gooit hij de handdoek. Dan stopt hij, dan zegt hij nou zoek het dan maar uit. Dus op dat moment had ik zoiets van ja, als ik voor mezelf kies op dit moment, gaat hij er vandoor. Nou, en ik had al zoveel problemen in mijn kamp met mijn manager toen, dat ik denk ik kan niet weer chaos creëren hier met mijn trainer. Laat ik het maar doen. En ja, dat is angst, onzekerheid, dat ik het dus niet alleen aankom. Want op het moment dat hij zou zeggen, nou Loes, weet jij het allemaal zo goed? Ga jij maar lekker alleen de ring in. Dan had ik het vertrouwen moeten hebben, nou dan doen we het alleen. En dat had ik dus niet. En daardoor dacht ik van, nou ik zal je laten zien dat ik dit wel kan. Ik haalde diep adem. En trok ik mijn achillesbeen stuk. Toen ik in mijn bed lag met mijn gips, dacht ik, kan ik dit nog een keer? Kan ik nog een keer zo afzien, zo vechten voor waar ik in geloof? In die wereld waar mensen je het niet gunnen, dat was ook mijn grootste angst. Met die arm. En die zei me toen letterlijk, meneer, het moment is voorbij. Er is geen punt meer om het nog op te zetten. Dat trekt geen publiek meer, dat zijn de mensen alweer vergeten. You know how life is put together. Het gevecht was afgelast door Bob Ermen. Ik denk, nou, hoe kan ik dit gevecht weer neerzetten en met wie? Toen dacht ik van, nou, Leila vecht in Berlijn, laat ik daar eens naartoe gaan. Toen ben ik naar Berlijn gegaan. Daar werd ik systematisch uit de media gehouden. Omdat Leila haar mensen mij daar niet in wilde hebben. De confrontatie was te groot. Leila, super zingen! Ali! Dochter van Mohammed Ali, Leila, is een eenvoudig, vriendelijk meisje. Die kan aardig boksen, maar lang zo goed niet als Lucia. De kunst in het beroepsboksen is dan wat men dan noemt de matchmaker. Die dus de partijen, de twee tegenstanders of standsters bij elkaar brengt. Dat is natuurlijk, die is goed gebracht, zoals dat in het jargon heet. Zodat ze niet de sterke tegenstanders in het begin had. Trouwens, er zijn niet zoveel goede boksers. Dat is het leuke van Luus, dat ze wel een goede bokser is. Behalve dat ze vrouw is, is ze ook nog een goede bokser. Toen heb ik haar management gebeld. En toen zei ik, goh luister, kunnen we niet om de tafel gaan zitten om een gevecht neer te zetten? Hoe kunnen we dit promoten misschien? Hè? Nu met de publiciteit die ik in Europa heb, kunnen we het misschien in Duitsland doen. Duitsland is dan een boksland. Toen zei hij tegen mij, luister, wij krijgen heel veel geld als we tegen iemand vechten die we makkelijk kunnen hebben. Kiezen we zelf uit. Waarom zouden we tegen jou vechten?
Toen zeg ik, nou, omdat het boksen is en niet alleen entertainment, maar dat het ook de noble art of self-defense is. En in de noble art of self-defense vecht je tegen een sterke tegenstander, zodat je iets te winnen hebt. Ja, daar hadden ze eigenlijk weinig mee te doen. Hij zegt, zolang wij geld met haar verdienen, zonder dat we tegen een riskante tegenstander hoeven te vechten, zullen we dat zo lang mogelijk uitbuiten. Nou ja, dan houdt het op. Ja, ik heb altijd mijn leven opgegeven voor de sport. Ik denk dat als ik mijn hart maak voor een ander doel, als dat is jonge vrouwen inspireren wereldwijd, dan doe ik dat weer. Dan zal ik weer de wereld reizen en nooit thuis zijn. En daar zit ik eigenlijk nu zo van, nou, ik ben 37, wat ga je doen? Word jij moeder of word jij lerares, waardoor jij een bijdrage kunt doen aan de kinderen van andere moeders? Of misschien allebei wel. Maar hier kwam ik als 14-jarig meisje binnenlopen voor mijn eerste kickboxles. Eens kijken, wat is schatje. Kacheltje zit er nog. Kijk, daar hang ik nog. Kan ik er nog tussen, zeg hij. Daar zo. Die hele donkere foto. En deze hier. En hier zit ik ook nog tussen. Daar sta ik ook. En hier lig ik met die hond. Met al die meiden die ik les gaf. Jeetje mine. Kan ik nog overal? Alsof ik nooit weg geweest ben. Ik ben 10 jaar weg. Daar hang ik nog. Kijken. Daar hang ik nog. Dit ding hangt er nog. Alles is nou. Het ruikt nog hetzelfde zelfs. Wat een armoede. Niks veranderd, joh. Als ik. Hij is net zo zwaar als ik. Hij is heel compact. Maar ja, dat we moeten straks maar zien wie de betere is. You're going to fight against a lady. Yes, that's true. Did you ever do that before? No, it's my first time. Yes. And what do you think of it? What I think of it? Well, she's got guts. Thank you.
toen ik in 92 knock-out ging, was het wel een verlicht gevoel. Een soort van ontspannen gevoel. Als je niets kan, als je jezelf niet kunt dwingen om iets te moeten doen, is het zo van rustgevend gevoel. Voel me heel verdrietig en heel blij tegelijkertijd. Zo van, ik hoef dit niet meer of zo. Het is klaar. Zo van, ja, die muffe lucht en pijn en zweet. En ik heb hier heel veel uren liggen. Er is niets veranderd. Ik ben heel erg veranderd en dat voel ik nu heel erg. Jeetje, wat heb ik hier af moeten zien, zeg. Dat is ook wel te zien. Dat is ook helemaal gebouwd om een soort van martelwerktuig of zo. Zo zie ik dat, met die roest erop en tape eraan. De extreme diëten die ik hier volgehouden heb. Met extreme trainen. Met de extreme diëten. 9 kilo in een week afvallen. En dan flauw vallen en epilepsie aanvallen heb ik hier gehad. Psychosomatisch, omdat ik het niet meer aan kon. Lag ik hier daar op die zaal te stuiteren op de grond. Opstaan, kom op. Verder gaan. Dat ging niet meer. Van het afzien om iets van mezelf te maken, om het te bewijzen, om ja, geliefd te zijn of waardering te krijgen. Dat is wat ik voel. En dan hoef ik niet meer. Mooi. Wacht, dan moet ik ze toch niet pakken. Nee. Je zou nog geen weg geweest, hè? Ja, dat is ook. Nee, wil je ook iets zeggen? Nee? Oké. Okay. Het is echt vet gaaf. Mag ik 1 wheelie trek gaan jullie opnemen? Die kan de echte! Zo. Ik wil applausje. Ja, we hebben het over erkenning zoeken, hè? Zo begint het. Ah, zet je op met die coach. Mooi, hè? Ja, nou, hoor. Ja, maar die kinderen wonen ook niet ver. Tony woont ook vlakbij in Emmen, woont in Oostzaan. Dus het is allemaal lekker dichtbij allemaal. Dus waarschijnlijk blijf je ook hier. Nou, dat geloof ik niet erg. Dan is het half-half, hoor. Ja, toch wel, ja, hè? Ik vind het wel fijn om af en toe een paar maanden hier te zijn. Want het aardt me wel. Ja, je zusters en je broer. Familie, dat is heel fijn. Maar goed, je moet op een gegeven moment... Je hebt daar toch ook een kennissenkring, denk ik wel. Ja, ik heb nu toch 12 jaar opgebouwd. Dus ik kan het ook niet zo achter me laten. Nee. Oh, dat is mijn buurman. Onze Turkse buurman. Ja, die woont ook al heel wat jaartjes hier. Ja, dat is leuk. Nou, en waar is je nu eigenlijk aan overleden, weet je niet? Een hartinfarct. Dag, buurman. Hij herkent je niet zo gauw. Nee, is een beetje schuw voor de camera. Ja. Ik loop gauw door. Hé, meis, maar ik bedoel, ik wens je heel veel succes en sterkte. Dankjewel. En we zien elkaar. Groetjes aan Irma. Ik zal dat doen. En ben je in de buurt, je weet het, een belletje. En doei. Oké, sterk door. Oké, bedankt. Hoi. Ik had eigenlijk een dieper contact met mijn moeder toen ze niet meer kon praten dan toen ze nog wel kon praten. En het contact zonder woorden, dat was heel voelbaar. En voorheen zag ik dat niet, omdat de woorden die dan gesproken werden eigenlijk het echte gevoel een beetje verdoezelden of zo. Toch het gevoel dat ik dichter bij mijn moeder was. Ik had haar gebeld op zaterdag en toen liep ze te eilen. En toen zei ik tegen de verpleegster van nou, ze gaat. En toen zei ze, nee, ze is gewoon niet lekker. Ik denk, nee. Toen sprak ik haar zondag. En toen zei ik, mam, ik kom volgende week.
Ik zeg, ik ben er volgende week. En toen zei ze iets, ja, het is altijd onverstaanbaar, maar ik maakte erop van, ik wacht niet meer. Nou, toen heb ik de hele dag gehuild. En dat had ik bij mijn vader ook. Ik kon niet verklaren. En toen ging ik naar bed. En toen keek ik naar mijn vader zijn foto. Zei ik, pa, ga mama maar halen. De telefoon ging 's morgens. En ik wist het. Ik nam hem op en het was mijn zus. Ja, ma is overleden. Onverwachts. Ik heb wel momenten dat ik denk van... God, ze is er gewoon niet meer. Ja, en... Wakate you doro tapa matana ngai moi sexy wakaye make me alo atra so a sweet sina sabra ek wel ye bait and watch bad news is the sally man mi zab da chedwe me aksi mi tref e mosi you again luku fa hello de mi moi trana ro su ye bender you take hallo ja mag jij even mee naar tante Rinia 45 what is that hier op 45 woont mijn tante oh ja ja oké okay. Van kanaal 45 nummer 45 Hallo. Hallo. Ik heb hier die kinderen uit de straat zijn meegelopen. Waar ga je? Ze zijn met me meegelopen. Ik heb nooit echt gekeken waar ik vandaan kwam. Ik heb het allemaal zo geaccepteerd. Zo van, nou ja, dit is wat het is. En ik ben nooit echt gaan kijken. Mijn reis naar Suriname. Ben ik echt gaan kijken. En gaan meevoelen. Ja. Ja? Nog twee? Recht voor je. Juist. Ja, maar die bomen hebben geen manjes. Boom heeft geen birambi. Dit is een zuurzak. Dit is goed voor die bladeren. Kan je gebruiken als je een beetje aan je zenuwen leidt. Aan je zenuwen? Wat dan? Ja. Worden kan je in je kussen zetten, die bladeren. En dan word je er rustig van? Ja, word je er rustig van. Lekker ontspannen, no spang, zeggen ze hier. Dat is lekker, maak je niet druk. En op het moment dat ik het vliegtuig uitstap, dan word ik hier al heel rustig. En ook herkenning van wie ik ben, omdat mijn moeder mij grootgebracht heeft op een Hollandse manier. En dat ik eigenlijk het zwarte gedeelte van mij nooit begrepen heb, begrijp ik dat beter als ik hier kom. En herken ik het ook in mezelf. Dus ik vind het heel fijn om hier te zijn en ja, ik voel me hier thuis. Niet dat ik me in Nederland niet thuis voel of in L.A. Maar ja, ik kan niet uitspreken wat ik hier voel. Jongens en meisjes, we hebben hier een gezelschap op bezoek. Mevrouw Lucia. Die jullie een beetje kan motiveren. Ze is wereldkampioen boksen. Is dat gewoon boksen? Of... Ja. Ja. Ik ben hier in Suriname gekomen om een beetje mijn achtergrond te verkennen. Van mijn vaderse kant. Mijn vader is geboren Surinamer. Is naar Nederland gekomen en heeft 4 kinderen bij mijn moeder gemaakt. Waar ik er 1 van ben. Om even een stukje van mijn cultuur te verkennen. Dus ik wilde even de school komen bezoeken. Kijken wat jullie hier allemaal doen. En wat er speelt in de jeugd in Suriname. Toen ik 7 jaar oud was, had ik een droom. Ik weet niet of jullie Muhammad Ali kennen. Ja? Nou, die zag ik toen op televisie en toen zei ik, dat wil ik. En hoe wist ik niet? Want ik was een klein meisje en vrouwen die boksen niet. En toen ben ik op mijn 14e jaar gaan kickboksen. Toen gingen mijn ouders scheiden. Toen was ik een hele boze tiener. Ik was op iedereen boos. Ik gaf iedereen de schuld van mijn boosheid. Toen ben ik gaan trainen. En toen had ik een droom om wereldkampioen te worden, kickboksen. Toen ben ik gaan kickboksen.
toen heb ik 10 jaar gekickboxd, heb ik 4 wereldtitels veroverd en de wereld gereisd. Maar heeft dit geen negatieve gevolg? Zo bijvoorbeeld, ik zie hoe ze elkaar in het gelaat dat slaan en zo. En, maar heeft dit geen negatieve gevolg of zo? Nou, gezond voor je hersenen is het niet, als je dat vraagt. Nee. Maar het heeft een toekomst voor mij neergezet die ik misschien niet anders neer had kunnen zetten. Misschien wel. Hè, scholing kan je ook heel ver helpen. Maar ik was fysiek heel goed, dus ik vond het fijn om te sporten. En iedereen hier heeft een uniek talent. Ja, wat is jouw talent? Ik heb nog geen talent. Ja. Mag ik jou wat zeggen? Jij hebt wel talent, maar je weet misschien nog niet je talent. Ja. Wie weet zijn talent? Wie hier in de klas weet zijn talent? Waar is hij goed in? Grappen maken. Hoor je dat? Waar is hij nog meer goed in? Mensen vermaken. Hoor je dat? Nee. Dat is het talent? Ken je Raymond is laat? Ja. Ja? Die is heel grappig. Ja. Die is heel bekend geworden en die vermaakt heel veel mensen op de televisie. Als jij grappig bent, kan jij je eigen programma hebben als je dat wil. Zie je wel? Dan weet jij ook jouw talent. Voorrecht dat mijn vader zich eigenlijk niet zo met mij bemoeide, dat ik het eigenlijk zelf uit moest zoeken, is eigenlijk mijn voordeel altijd geweest. En dat zag ik vroeger niet. Dan dacht ik dat het een nadeel was, maar het is mijn voordeel. En dat is ook weer zoals je als boeddhist kijkt naar dat een lotusbloem in de modder groeit. Dus hoe moeilijker de omstandigheden, hoe mooier je wordt. En dat kan ik wel zeggen van mezelf. Als ik ook foto's kijk van hoe boos ik was 15 jaar geleden, hoe zacht ik nu ben. Ik had ook heel bitter kunnen zijn met alles wat ik meegemaakt heb, maar dat ben ik gelukkig niet. Chanten van Namyoho Rengekyo, het betekent ik wijd me aan de mystieke wet van oorzaak en gevolg. En wat dat precies betekent, dat gaat in zoveel verschillende lagen. Dat mensen zou in eerste instantie denken van nou, oorzaak en gevolg, hè? Wie goed doet, wie goed ontmoet. Maar het gaat zoveel dieper dan dat. Misschien hebben jullie snel een vraag, ze heeft niet veel tijd, dus... Heeft het doel bereikt? Of ik mijn doel bereikt heb? Ah, ja. Als ik het afgerond had zoals ik het gewild had, dan had ik in 2005 de $1 million lady gevecht neergezet. Maar
Ik scheurde mijn Achillespees af. 11 dagen voor het gevecht. Dus ja, dat mocht niet zo zijn. Maar dat had ideaal geweest. Maar je blijft elke keer je grens verleggen. En op een gegeven moment dan houdt het op. Want er wordt tijd nu voor mij om mijn kennis over te dragen. Dus dan soms moet het op een dramatische manier. En voor mij was dat met een Achillespees die afscheurde. En wanneer denk je dat je van plan bent te stoppen? Ik ben al gestopt. Hmm. Ja. En vanaf hoe oud bent u begonnen? Ik ben vanaf mijn 14e begonnen. Oh. Ja. En nu? En nu ben ik 39. Heeft de toekomstige plannen? Wat zeg je? Heeft de toekomstige plannen? Geen kinderen, geen vriend, man, trouwplannen. Nou, ik denk niet dat ik grootgebracht ben om te trouwen. Jongens, kijk het terug. Trouwen is, zit in je, tussen je oren. Het is een commitment die je maakt. En ik ben altijd met mijn werk getrouwd. Dus mijn werk was nummer 1. Mijn sport was mijn liefde. En ook ja, waar ik eigenlijk nummer 1 kwam. Huisje, boompje, beestje of topatleet. En als je het goed doet en geluk hebt, kan je het samen doen. Maar het vergt heel veel van je. Ze voerde door. De boodschap die dit echtpaar heeft naar overigen toe, die van plan zijn in het huwelijk te stappen en die reeds gehuwd zijn, luidt: blijf elkaar te alle tijden en in alles vertrouwen. Door aan te geven dat men vertrouwen heeft in elkaar, is men in staat lief en leed met elkaar te delen. Als ik in de sport dingen opgaf van mezelf, dan had ik meteen instant resultaat. Ik had daar resultaat. In de relatie, ja, dan het is net of je af en toe alsof je backwards. Ik weet het niet. Ik zie misschien de payoff niet zo. Die is er wel, maar ja, met momenten, met vlagen of zo. En ik denk, als je met je werk trouwt, dat je, als je hard werkt, dat je bewijzen hebt van dat, dat het uiteindelijk ergens naartoe gaat of dat het verder gaat. Het is maar het concrete in een relatie. Dan denk je dat je, nou heb je dat door, nou, dan heb je het gewoon helemaal nog niet door. Ik zeg altijd, als je op een gegeven moment, hè, je kunt van relatie naar relatie gaan. Maar op een gegeven moment kies je iemand waar je je puinhoop mee op wil ruimen. Nou, dan komt je puinhoop en dan hoop ik dat die persoon dat spiegelt naar mij toe waar ik aan moet werken. Als het gaat om intieme relatie, hou ik dat altijd privé, omdat ik daar qua ontwikkeling me nog een tiener voel, omdat ik daar in achter lig. Maar goed. Als ik, als ik het zo hoor, dan zal het altijd zo blijven. Ik zou het graag wat beter onder de knie hebben. Misschien heb ik het onder de knie, misschien ben ik wel een perfectionist. Ik merkte dat mijn reis naar Suriname heel belangrijk was voor mijn ziel. Het was echt zo bijzonder en zo mooi. Alle familie die ik bezocht heb en ook daar op een gegeven moment op een mysterieuze manier in contact kwam met mijn eigen wortels. En ik zie dat dan als een soort van een zoektocht naar mezelf. En die zocht ik misschien wel in de ring. Een soort erkenning die ik waarschijnlijk in Suriname gevonden heb. Ik denk dat je genen heel belangrijk zijn om te begrijpen wie je bent. Je voorouders. Waar ze vandaan komen en wie ze zijn. En
wat voor genen heb ik en dat die eigenlijk grotendeels ook bepalen waar ik naartoe ga. Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.